Dit vond ik tof voor het terras met het uitzicht op het Mas. En dat ook twee volwaardige slaapkamers. Mm-hmm. Eén die net iets kleiner was, maar ik zocht echt wel een tweede slaapkamer om misschien op termijn zo wat op Airbnb te verhuren. Of, ja. of om te verhuren om dan mijn lening mee af te betalen, maakt het wel makkelijker. Maar haar bod was 2000 euro te laag. Gaan we eens verder kijken? Misschien staan er nog wel dingen te kopen in de straat. Ja, wie weet. 6 maanden is Anouk op zoek naar een woonst in deze buurt. Zeker huizen zijn duur in Antwerpen. 255.722 euro gemiddeld in 2016. Ik heb een budget van 250, dankzij een beetje hulp van mijn ouders. Mm-hmm. Die hebben net hun huis verkocht en die zeiden dat ze mee wouden investeren in mijn toekomst. Mm-hmm. Dus dat is mooi meegenomen. Inderdaad, dat budget is al niet min voor een single van 28. In deze grootstad moeten heel veel mensen het met heel veel minder doen. Bij 29% van de Antwerpenaars gaat meer dan 30% van het gezinsinkomen naar wonen. Er is wel veel aanbod en er komt er ook nog veel bij. Maar ook de vraag is groot en dat zet druk natuurlijk. Ik ben wel geschrokken van het aanbod. Op vlak van deze zomer kwam er ineens heel veel vrij. Ik denk dat dat was omdat dan die BTW-instellingen of zo veranderd waren. En dan was er ineens superveel. Ik denk dat iedereen dan gewacht had en zijn appartement dan te koop had gezet. Mm-hmm. Maar er waren echt zo bezoekjes waar ik steeds dezelfde mensen tegenkwam. Wat huurprijzen betreft zit Antwerpen met 593 euro per maand net onder het Vlaamse gemiddelde van 600 euro. Al is de kwaliteit hier wel wat minder en het budget, zoals gezegd, ook. In de landelijke Oost-Vlaamse gemeente Haaltert is er niet eens een gemiddelde huurprijs voorhanden. De mensen kopen hier veel liever. Dus deze woning hebben wij gisteren verkocht nabij het centrum van Haaltert. Ja, en als je vergelijkt, want jij zit in de IMO, tegenover een stad, zijn mensen hier dan ook nog geneigd om te huren of willen ze toch vooral een huis hebben? Ik moet wel zeggen dat Haaltert en zeker de gemeentes er rond vooral een koopmarkt is, omdat het hier toch iets goedkoper is dan bijvoorbeeld gemeentes Roosdaal, Dilbeek of Gent, Sint Maartenslaten, waar de prijzen toch veel hoger zijn omdat het randgemeentes zijn en rond grootsteden gelegen is, is Haaltert toch eerder een koopmarkt. Hier moet maar 7% van de inwoners meer dan 30% van zijn inkomen opzij houden voor wonen. Een wat hoger inkomen wel dan in Antwerpen en je huis kost ook minder. 201.741 euro gemiddeld in 2016. De IMO-makelaar neemt u mee bij Sydney, die deze zomer in Haaltert heeft gekocht. Mogen we even binnenkomen? Absoluut. Dank u wel. Ik ben oorspronkelijk van Roosdal, dat is hier op een kwartiertje. Als wij iets zoals dit wouden kopen in die regio, dan moet je er toch wel een vierde van bijrekenen. Ja, het zou je aanraden als gemeente om te gaan wonen? Absoluut. Als je op zoek bent naar een gemeente dat leeft, waar dat geregeld iets te doen is, waar je veel ruimte hebt, heel veel groen rond je, hier rond ons zijn veel velden en zo, heel veel ruimte eigenlijk, dan is het een aanrader. En dus ook goedkoper? Blijkbaar.